De bond bij NV Grasalco, die afgelopen vrijdag is geheractiveerd, wacht op een uitnodiging van de directie. Bondsvoorzitter Claudette Etnel geeft aan dat er morgen een schrijven voor kennismaking wordt afgegeven bij de directie. Maar ook om te praten over de situatie van de werknemers die nog steeds hun loon over de maand februari niet hebben ontvangen. Door het uitblijven van de salarissen kunnen de werknemers volgens Etnel niet meer op kantoor verschijnen. Dat is al sinds vorige week waren ze er, maar nu is het gewoon grimmiger. Omdat ze ook merken met die SOR kunnen de mannen ook niet opgaan. Er is geen brandstof, geld voor brandstof, dat is één. Ten tweede, forage. De mensen blijven 2 tot 3 weken in het veld, ze moeten eten hebben. Dat is niet gegarandeerd, dat kunnen ze ook niet krijgen. En natuurlijk de salarissen, want je gaat weg. Wat laat je voor je gezin achter? Hoe ga je weg? Dus het is onkan, het kan niet. Dus de directie moet gauw komen en ons komen uitleggen wat er gaat gebeuren, hoe ze het gaan aanpakken, wat zijn de taken die ze op zich hebben genomen om eruit te komen. Hoe zien ze dat? En tot nu toe denk ik niet dat ze dat zien, want zaterdag werd ik ook gebeld van door de security. En de security zegt, de hoofdsecurity zegt, de mensen zijn niet komen opdagen. Ik zeg, zorg dat alles hermetisch is afgesloten en kijk wat zegt de leiding. Nee, eerst wat zegt de leiding? Niemand van de leiding weet wat ze moeten doen. Nou, als je niet weet wat je moet doen, dan hoe gaat die portier ook maar weten wat hij of zij moet doen? Dus het ligt aan de leiding allemaal. En daarom hopen we ook dat de directie verstandig zal zijn om de bond uit te nodigen. Zodat er een beetje structuur komt in de zaken die er gaande zijn. Dat we de zaak kunnen leiden en dat we kunnen kijken met de directie hoe of wat, waaraan we gaan werken. Want zo net was het een beetje Wild West misschien. Maar nu kunnen we kijken hoe gaan we zaken aanpakken. Want de mannen zijn ook geweest, het personeel is ook geweest naar de VP, naar de assemblée. En je ziet gewoon alsof het niemand interesseert. Dan moeten we met andere modellen komen en we zullen kijken wat die modellen zijn. De directie heeft een bod gedaan om voorschotten uit te betalen van 2000 SRD. Echter is dat volgens Etnel geen dekking. Ik heb begrepen dat een paar uit noodzaak het moesten nemen, want ze moesten eten kopen. Maar wat doe je met 2000 voorschot? Hoe lang 2000, als ik nu naar de winkel ga voor een gezin van 4, dat is 1000 al dat ik gebruik, hè? En als je nu 2000 zet naar today, en die mannen moeten tanken, die mannen moeten hun kinderen naar school brengen, of ze moeten ook eten voor eten zorgen, hoe? Ik weet niet wat ze met dat geniaal idee vandaan komen, 2000 voorschot, op wat? Jij als bedrijf moet zorgen, als je weet dat je geen geld hebt, moet je als manager zoveel mogelijk proberen om jouw productiesites, units of je units, in productie te behouden. De bond wil ook dat de werknemers van NV Grasalco volgens de Surinaamse ongevallenregeling, SOR, worden verzekerd. Bedrijven zijn volgens de wet verplicht deze verzekering af te sluiten. De mensen zijn niet SOR verzekerd. En je begrijpt, als je niet SOR verzekerd bent, kan je ook niet gaan werken of opgaan. Want wie garandeert jouw veiligheid? Als er wat gebeurt, wie gaat voor de kosten instaan en de gevolgen? Dus we hebben ook daarop een antwoord aan de directie om te vragen van, hey directie, hoe zit het met de SOR-betaling? De bond wenst ook te worden geïnformeerd over het gesprek tussen de regering en de leiding van NV Grasalco van 9 maart jongstleden. Etnel benadrukt dat ze niet via de media op de hoogte willen worden gesteld van zaken aangaande het bedrijf.